De gemeenschap van Ballingsula en Brokopondo is teleurgesteld in de regering, met name over de watervoorziening. Door de enorme wateroverlast van de afgelopen weken en de ondergelopen dorpen is de drinkwatervoorziening vanuit de SWM in gedrang gekomen. Als oplossing kreeg de gemeenschap dinsdag drinkwater vanuit het NCCR. Maar de distributie van het water laat te wensen over. Voor de huizen die geen duro tank hebben, wordt er water gevuld in hele oude watertanks die al jaren niet meer worden gebruikt. En toch hebben de medewerkers van NCCR het besluit genomen de oude waterreservoirs te vullen die er alles behalve hygiënisch eruit zien. Enkele bewoners geven een mening over het water dat ze kregen. De dame vertelt net is dat de watertank wat nu gevuld is, dat het een oud watertank is dat in principe sinds zij heel jong is, is het nooit gebruikt. Maar dat wordt dus nu wel gevuld en het vullen na een half uur is het al op. En om de ene dag wordt het gevuld. Dus wat zij nu vragen aan de overheid is om grote tanks, duro tanks neer te zetten die hygiënischer zijn. Om ook verspreiding van ziektes te voorkomen. Want als je kijkt naar hoe het eruit ziet, dan kan je ook zien dat het een heel oud watertankreservoir is. Dat eigenlijk niet eens meer gebruikt werd. De bewoners geven aan dat Ballingsula geen klein dorp is en dat het geleverde water binnen een half uur opraakt. Volgens Gramang Albert Aboikoni kan het niet dat er in de oude tanks water wordt gevuld voor de dorpsbewoners. Districtscommissaris Ludwig Mendelssohn zegt dat het verzoek van de duro tank zal worden gehonoreerd. Is niet waar. Ze zijn gaan kijken om te zien of het nog goed is. Nee, ze hebben water gevuld voor de mensen. En de mensen hebben bevestigd dat daar in het drinkwater door de kranen stroomt in het dorp en na een half uur op is. Maar hadden ze dat altijd gebruikt als drinkwateropslag? Nooit. Sinds mijn geheugen was het leeg. Er zitten heel veel schimmels in. En dat gaat nu door de kranen naar het dorp en dat binnen een half uur gebruikt wordt. Ja. Maar ja, als je in zo'n situatie, laten we zeggen rampensituatie, drinkwater gaat bezorgen, dan moet je ervoor zorgen dat je zelf als hulpverlener geen ziektekiem overbrengt aan de mensen. Een makkelijke oplossing is om duro tanks te brengen, toch? Dat is het. Overal worden duro tanks gebruikt. Dus een aantal duro tanks voor de mensen zetten, dan is het al opgelost. Dus ik zou niet weten waarom men die oude tank wat niet meer gebruikt wordt, zou gebruiken voor drinkwater. Dan doen we dat, we gaan dat doen. Ja. Ja, we gaan dat doen, we gaan het meenemen. En dan gaan we het voorstel gaan we wel doen, zeker. Ja. Ja, abbedoeling de taki, de osoka asa ab duro tank, dat de mamlai de duro tank kan gaan watra. Dat na afspraak. Afspraak de taki na desmas ab duro tank, dat watra ila in de duro tank. Ja. Maar de tank die ze misdreven, de Chimboy Bosland, die alle tank die daar in dorp is. Onze redactie heeft contact gemaakt met kolonel Jerry Sleingaard, coördinator van het NCCR. En hij legt uit dat medewerkers aan de bewoners en het traditioneel gezag hebben gevraagd waar zij het best het water kunnen zetten. Het is geenszins de bedoeling dat zij zonder medeweten van de gemeenschap water afstaan.